Welke wil jij? Oh, ze zijn hard. Ja. Oké. Okay. Ik kan een heleboel aan stukken. Goedemorgen, zaterdagochtend. We gaan op weg naar... We gaan naar... Versailles. De tuinen van Versailles. Het Le Château de Versailles. Oké, okay, bagage in de locker. We hebben natuurlijk te veel bij ons, dus het is ook niet handig om dat helemaal mee te zeulen naar Versailles. Nu, lijn 4, de metro naar Gare de Montparnasse. Eens even spoor zoeken op, waar zijn we ook weer? Gare Montparnasse voor de juiste trein naar Versailles. De wegwijzing in Parijs is niet helemaal tip-top, maar met een educated guess kom je er best wel. En anders loop je gewoon de massa achterna. En dat is wat deze mensen doen. Die lopen allemaal deze kant op, dus doen wij dat ook. With my colleague Anastasia. Het loont om op internet te bestellen, want dan sta je niet in de rij. En potverdorie, we zijn er al doorheen. Hier hebben we extra voor betaald, want we mogen nu achter de bloem van Anastasia aan. Nou, ja, ik had nooit gedacht dat ik dat nog eens ga zeggen. Dat, yep, dat is de rij achter mij. Ik loop nog helemaal daardoor. Dus money well spent. Nu terug naar de groep, want volgens mij wordt er wat verteld. De Anastasia en haar bloem. Family in class, please? Yes. You are two adults, yeah. Yes? Perfect. Okay, it will be a ticket for the garden and Marie Antoinette. Oh, excellent. So keep this ticket, you don't need for now. Excellent. Thank God. We zijn binnen. Even zonder microfoon, want dan mag je niet. Je mag niet filmen. Je mag alleen maar foto's maken, zonder flitsen. Dus je dan in de gaten houden of je niet met je telefoon hebt achterlaten. Lin is even de route aan het uitstippelen. En dan gaan we aan ons Versailles avontuur. Het is druk, man. Binnen, maar ook buiten. We gaan nu de tuinen ontdekken. Lin doet mee met mijn selfie camera en ik doe mee met Lin's selfie camera.
Zo werkt dat in een goede relatie. Lin, wat vind je van Linda? Wat vind je van de Fontaine Show in het Versailles? We zitten nog in het intro, toch? Dit is het. Nee. Dit is het. Nee, dit kan echt niet. Dit is het. We hebben Fontaine Shows in Barcelona gezien, Las Vegas. Mm-hmm. Die rijken tot aan de hemel. Dit is het. En hier, dit gaat 2 meter de lucht in. Dit is het. Nee. Meer wordt het niet. Nee. Hoger gaat het niet. Nee, dit kan niet. Ja. Dit is het. Au revoir, au revoir, Marie-Antoinette! Parijsfeitje nummer 2, dit is Place de la Concorde, terwijl mijn haar gedaan wordt door mijn stylisten. Ja, zit hij goed? Place de la... Take 2. Dit is Place de la Concorde met de obelisk. En precies waar de obelisk staat, daar stond de guillotine waar Marie-Antoinette is gedecapiteerd. Zoals Marie en May dat zou zeggen. En Marie, dat betekent gewoon onthoofd. Het begin van het einde van ons weekendje Parijs is begonnen. We gaan nu met de metro naar Gare du Nord. Wat een stuk, man. Wat een eind. Jezus, alsof we helemaal naar huis moeten lopen. Zover is het. 18 wagons.